De derde wedstrijd nu. Hoe voel je je eigenlijk nu in de basis? Ja, in de basis, ik voel me gewoon zeker in de goal. Eigenlijk de spanning was na de eerste wedstrijd eigenlijk al verdwenen. Het voelt heel normaal eigenlijk. Ja, want ik zie jou echt als een heel ervaren keeper als ik je zo zie met die redding, net zoals die ene van Matthijs de Ligt. Ja, inderdaad. En dat was een lekkere redding. Het is een lekker balletje. Was aardig in de buurt. Wel hard schot en ik kan hem mooi overtikken. Het was een goede redding. Ja. Wat gevoel hou je over aan deze wedstrijd? Ja, ik baal enorm. Ik denk dat wij... we waren wel aan het tegenhouden natuurlijk. Maar de eerste helft sta je op 0-0. Dan denk je, oké, lekker. Er is echt wel iets te halen vandaag. Een paar mogelijkheden gehad. Zijn natuurlijk ook, maar dat weet je van tevoren. En in de tweede helft, je komt op 1-0 voor. En bij mij was de enige gedachte van, het gaat gebeuren vandaag. Ja. En dan is het gewoon balen dat je in korte tijd twee doelpunten tegenkrijgt. En in de 90ste minuut nog een doelpunt. En dat is gewoon helemaal klaar. Ja. Kun je spreken van een lucky Ajax? Nee, ik denk het niet. Nee. Tactische wissel, denk ik, tweede helft. Een aanvaller voor een verdediger. En er was al enorm veel druk op ons doel. En dat werd alleen nog maar meer. Dus ik denk uiteindelijk Ajax wel verdiend geworden. Ja, ze zijn ook iets beter in het benutten van de kansen, denk ik, hè? Ja, ik moet ook zeggen, mijn collega aan de andere kant die pakt een fantastische bal op 2-0 eigenlijk. Ja. Gaat die erin, dan ga ik er vanuit dat wij winnen. Maar die pakt hij fantastisch en daardoor houdt hij ze in de wedstrijd, denk ik. Ja. Nou ja, compliment aan hem. Ja, je zat echt in de winning mood, afgelopen woensdag gewonnen. Hoe gaat het nu verder? Ja, ik denk dat we gewoon op dezelfde weg door moeten gaan. Inderdaad, 3 keer gewonnen, 2 keer in de competitie en 1 keer in de beker. En je krijgt Ajax thuis en het is altijd fantastisch als je dan een resultaat kan neerzetten. Maar ik denk dat niemand verwacht dat je tegen Ajax de punten haalt. Nee. Die punten moeten we gewoon halen tegen onze directe concurrent. Ja. Dus, ken je deze man achter ons? De reservekeeper? Ja, ken je die? Natuurlijk. Ja, inderdaad. Want die wil ik daar een interview. Goed, het is een jammer, hè? Ja, oké. Okay. Nee, dus jullie kennen elkaar wel. Ja, denk jij dat je een vaste kracht nu bent? Ja, nee, het gaat lekker de laatste tijd. Dus ik ga ervan uit dat ik de komende wedstrijden nog blijf staan. Ja.